Jeugdambassadeurs gaan nu een belangrijke rol vervullen in de strijd tegen het COVID-19-virus. Jeugdambassadeur Germaine Pansa zegt dat vanaf het begin van de pandemie de focus niet gericht was op jongeren, terwijl ook deze groep zwaar leidt aan de gevolgen van het coronavirus. Op de eerste COVID-persconferentie van 2022, afgelopen donderdag, liet Pansa weten dat er een peerprogramma komt om jongeren te informeren over COVID en andere gezondheidskwesties. We zijn bezig jongeren te trainen om hun leeftijdsgenoten te vertellen over verschillende gezondheidsaspecten. COVID-19 is één van ze, maar we willen niet alleen focussen op COVID-19. Er zijn ook een aantal andere ziektes. We hebben ook gezien dus dat mensen met een bepaalde, mensen die onderliggende ziektes hebben, dus dat zij het meest lijden aan COVID-19. Dus zo willen we jongeren inzetten om hun leeftijdsgenoten te informeren over de verschillende gezondheidsklachten die er zijn, de verschillende ziektes die er zijn, en ook over armoede, ook over stress. Want al deze dingen zijn zaken die aan de orde zijn gekomen sinds we te kampen hebben met COVID-19. Verder, het gaat om jongeren tussen de leeftijdklassen van 16 en 21 jaar die we zullen trainen. Ze zullen dan in verschillende buurten, op scholen, waar jongeren te vinden zijn, zullen ze naar de jongeren toe gaan. In principe de communicatie naar de jongeren niet zo, hoe moet ik het zeggen? In het begin van COVID-19 was het niet gericht op jongeren als zodanig. Dus nu zullen we ervoor zorgen dus dat we verschillende programma's hebben om de jongeren te informeren hierover. Zodat zij ook op den duur zelf kunnen beslissen als ze zullen vaccineren. En indien niet, dus dat ze wel op de hoogte zijn van de gevolgen die COVID-19, het virus, met zich meebrengt. Internist Bernardo Panca vindt de strategie om jeugdigen in hun woonwijken te bezoeken en te informeren over COVID-19 een goede stap om uiteindelijk terug te kunnen gaan naar een vrijer sociaal leven. De afgelopen periode heel veel massacommunicatie gedaan en dat we nu naar detail gaan. We gaan nu naar de mensen zelf in de wijken. Een groot deel van de bevolking die ready was voor zich om zich te laten vaccineren, hebben de boodschap gehad, die weten waar het om gaat en die zijn ondertussen ook al gevaccineerd. Je hebt een groep, je hebt een belangrijk deel van onze samenleving waar men nog steeds twijfelt om zich te laten vaccineren en die persoon moet je echt, die mensen moet je echt één op één bijna gaan benaderen. Dus het is een hele goede gang van zaken dat nu zal plaatsvinden. De stuurgroep vaccinatieprogramma geeft aan dat de COVID-persconferenties vanaf dit jaar een andere functie hebben. Er zal niet alleen informatie gegeven worden over de COVID-19-situatie in het land, maar er zullen ook one-on-one gesprekken gevoerd worden met burgers om de bewustwording over dit virus beter op gang te brengen.